met pensioen wil? Nou, 60? Nou, zo snel mogelijk. 40? Morgen, als het zou kunnen. Maar dat is niet realistisch. Ik moet nog 15 jaar. In ieder geval niet voor mijn 65. Ik had het liefst op met 57,5 met pensioen willen gaan. Of het gaat lukken, nou... ik denk het niet. Zoals het er nu uitziet, denk ik dat ik met pensioen mag gaan als ik 67 ben, geloof ik. Ja, dat is de wetgeving. Hè? De wetgeving zegt dat je nu met... je gaat nu met pensioen. In plaats van 65, met 67. Nou, ik ben muzikus, dus ik hoop eigenlijk nooit met pensioen te gaan. Omdat ik iets doe wat ik heel fijn vind. Ruim. Ik kan makkelijk tot mijn 67ste doorwerken en nog wel langer als moet. In het beroep wat ik nu doe niet, want dat is te zwaar, lichamelijk te zwaar. Ja, ik denk wel dat het kan. Als je, ja... Misschien word je fysiek wat minder goed? Nou, ik denk niet dat je tot je 67 door kan werken. Want volgens mij ben je dan niet meer scherp genoeg om echt zo hard te gaan zoals het nu gaat. Nou, in de baan waarin ik nu werk, zou het misschien part-time. Je bedoelt fysiek door te werken? Ja hoor, ik hoop het wel. Ja, ik denk dat dat wel gaat. Maar ik heb al wel wat voorzorgsmaatregelen genomen. Mocht ik wat eerder er wel mee stoppen, dat het ook kan. Ik weet niet hoeveel geld ik straks per maand heb als ik met pensioen ben. Geen idee. Nee. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet precies weet. Eerlijk, ik heb geen idee. Meer om het feit dat ik er nog helemaal niet mee bezig ben. Weet hoeveel geld ik krijg als ik met pensioen ga? Nee, dat weet ik niet precies. En dat komt, want de vraag heen natuurlijk ook stellen, waarom weet je dat niet? Omdat ik een aantal gebroken pensioenen heb. En ik niet precies weet... hoe ik dat kan, waar ik dat moet opzoeken. Ik weet nu niet hoeveel geld ik heb als ik straks met pensioen ben, maar ik kan het heel gemakkelijk nakijken via de bepaalde websites die erover gaan. Ik heb een aantal maatregelen getroffen. Sowieso heb ik een koophuis met een flinke overwaarde. Nee, ik heb nog geen maatregelen getroffen om van mijn pensioen te laten. Ik zou niet weten hoe ik dat ook straks moet gaan doen. Nee, ik ben nog geen 30. Ik ben op dit moment 28. En mijn collega's die over de 30 zijn, heb ik daar over horen praten. Dus misschien is het nog niet eens zo'n gek idee om wat geld apart te zetten. Om dan ook nog even te kunnen leven en te kunnen genieten. Want dat verdien je wel, vind ik. Ik heb extra maatregelen getroffen, ja dat klopt. Nee, maar ik heb wel een plan. Dan ga ik mijn huis opeten.